Daar Carlos Lavado. Onder het motto, als je nog een keer wereldkampioen wil worden, moet je er wel op blijven zitten. Het wereldkampioenschap in dit jaar lijkt voor hem verkeken. Hervé wint voor Christian Sarron en Jacques Cornu. Daar op het circuit van Grobnik bij Rijeka. En dat betekent dat Sarron de leiding neemt in het wereldkampioenschap. De start van de 500 cc dan. Weer een goede start van Ron Haslam, zoals we dat al zo vaak gezien hebben. 80, 250 en 500. Meer reed er niet in Rijeka. Haslam, stuivertje wisselen met Randy Mamola en Freddy Spencer en Raymond Roche. Het lijkt eentonig. Vier man sterk en dat allemaal onder het motto: hoe houden we Eddie Lawson van een wereldkampioenschap af? Het lijkt heel aardig te lukken. Spencer met de nieuwe machine, de viercilinder in tegenstelling tot de driecilinder Honda's van zijn teammaten. Voor Mamola, voor Roche en Eddie Lawson. Spencer op dit moment in vierde positie. Daar komt hij met start nummer 1. Probeert daar buitenom te rijden naar een eerste plaats. Eerste lukt niet, tweede lukt wel. En dan toch een eerste in die grote kombocht. En zo zou ook de eindstand zijn voor Freddy Spencer. Spencer dus voor Randy Mamola, Raymond Roche en Eddie Lawson, die in vierde positie zou eindigen. De truc van het team heeft zin en dat betekent dat met die overwinning van Spencer Lawson nog steeds het wereldkampioenschap aanvoert met 9.